Maar voorzitter, de essentiële vraag is natuurlijk of wij er nog vertrouwen in hebben dat deze minister in staat is de pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders te beschermen. Of deze minister in staat is om over haar eigen schaduw heen te stappen en minimaal te zeggen, nu pas op de plaats. Ik neem de zorgen serieus, ik trek de wet in. Ga er de tijd voor nemen, rustig en zorgvuldig naar kijken. Ik laat het toetsen en kom terug met alle antwoorden op de gestelde vragen en de gestelde zorgen. Ik sta er daarbij voor open om in te zien dat deze wet inderdaad een historische fout is. Maar voorzitter, het antwoord op die vertrouwensvraag is nee. Voorzitter, dat vertrouwen hebben wij niet meer. Het is beter als deze minister direct opstapt en zich heel ver weghoudt van pensioenen. Ze breekt de pensioenbelangen met de invoering van deze wet, met de invoering van het casinopensioen, compleet af. De gevolgen zullen nog generaties voelbaar zijn. Het zal de zorgen voor een nieuw schandaal. Dit keer het pensioenschandaal. We hadden deze historische fout kunnen voorkomen, maar deze minister laat het bewust na en dat is onacceptabel. Miljoenen pensioendeelnemers zijn straks de dupe en dat mogen we echt niet laten gebeuren. En daarom, voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort beraadslaging. Overweging dat met het doordrukken van de wet toekomstpensioenen de minister van Armoedbeleid, participatie in pensioenen, de pensioenbelangen van miljoenen pensioendeelnemers op het spel zet. Zegt het vertrouwen in de minister van Armoedbeleid, participatie in pensioenen op en gaat over voor de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de heer Wilders. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer de Jong. Er is nog een interruptie van de heer Van Kent, SP. Dank, voorzitter. Motie van wantrouwen is zojuist ingediend. Gaan we daar vandaag over stemmen? We zijn nu in het debat met de minister over deze wet. Ik weet niet, als er tijdens een wetsbehandeling zo'n motie wordt ingediend, dan denk ik dat we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over moeten hebben. Dat hoeft niet. We kunnen daar dinsdag over stemmen, behalve als een meerderheid van de Kamer vindt dat we er vandaag over moeten stemmen. Maar het is niet een automatisme om dan vandaag daarover te stemmen. Dat begrijp ik, voorzitter. Maar aangezien we bij een stelselherziening die dusdanig omvang heeft, die grote betekenis heeft voor alle werknemers en gepensioneerden, over 1500 miljard gaat, we met de minister in debat zijn waarin tijdens het debat over die wet de motie van wantrouwen is ingediend, dan lijkt me het voor de hand liggen dat we daar dan ook direct over stemmen, of in ieder geval zo snel mogelijk. Dat betekent dat u nu een punt van orde doet. En te doen gebruikelijk wil ik dan ook de leden horen om daar dan hun reactie op te geven. Het voorstel van de heer Van Kent is om direct te stemmen over de motie van wantrouwen ingediend door de PVV. Ik hoor heel graag wat de collega's daarvan vinden. Allereerst de heer Van Kent van de VVD. Smals. De heer Van Kent is duidelijk. Meneer Van Kent heeft een hele mooie voornaam. Ja. Gaat gaan. Misschien dat dat de reden van de vergissing is. Geen steun. Wat mij betreft kunnen we daar dinsdag over stemmen. De heer Seder, ChristenUnie. Voorzitter, voor mij geen steun. Mevrouw Van Beukering-Huibrechts, D66. Voorzitter, ik ben een beetje overvallen door niet zozeer door de motie van wantrouwen, die zag ik al aankomen, ik ben ook opgestaan, maar wel door de vraag van de heer Van Kent. Ik meende ook dat we hebben de keuze, nu of dinsdag. Ik meende ook dat het soms afhangt van of het op prijs wordt gesteld om er nu meteen over te stemmen. Ik heb neig naar geen steun. Ja, neig geen steun dus. Geen steun, ja. De heer Omtzigt. Ja, ik wil daar best onmiddellijk over stemmen. Dan is het ook duidelijk. Maar ik zal hem overigens niet steunen. Maar dat zegt niks over wat ik van het wetsvoorstel vind. Maar u steunt het ordevoorstel van de heer Van Kent? Ja, ik vind het op zich wel netjes om wanneer iemand denkt dat hij een motie van wantrouwen indient, en sommigen doen dat vaker dan anderen, zeg ik dan maar, dat er dan gewoon snel mogelijk duidelijkheid over ontstaat. Ja. Dank u zeer. De heer Stoffer, SGP. Ja, voorzitter, ik heb ook geen moeite om daar vandaag over te stemmen. Ik zal over ook mijn fractie adviseren om tegen te stemmen. Ja. De heer Nijboer. Ja, voorzitter, ik zit een beetje met het volgende dilemma. Ik heb op zichzelf geen probleem om direct te stemmen over een motie van wantrouwen, maar die wordt wel vaak ingediend. En eerlijk gezegd ben ik een beetje bevreesd dat ook alle dan procesinstrumenten weer worden ingezet. Namelijk een hoofdelijke stemming waarbij iedereen er weer moet komen, dat we weer 3 uur een debat moeten schorsen en dat het zo als soort ophouden van een debat wordt geleid. Dat wil ik eigenlijk niet steunen. En om die reden vind ik dinsdag stemmen, wat ook vaker gebeurt. Dus steun ik het verzoek niet. Steunt wel of niet?
Niet, u steunt niet. Even. Normaal gesproken geneigd te steunen, maar ik ben bevreesd dat het misbruikt wordt. En dan vind ik het niet gepast en daarom steun ik het niet. Dank u wel, mevrouw Den Haan, fractie Den Haan. Ja, voorzitter. Wat mij betreft kunnen we daar vandaag ook over stemmen. Ik wil ook even aangeven dat ik de motie niet zal steunen. Ja. Als iedereen nou zegt wat hij van de motie vindt, hoeven we eigenlijk niet meer te stemmen. Hè? Maar goed, mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, ik heb er geen problemen mee om daar vandaag over te stemmen. En ik wil ook geen oordeel geven eigenlijk over de motie, het feit dat de heer De Jonge de motie indient. Want het staat hier gewoon iedereen vrij om moties in te dienen. Dus ook een motie van wantrouwen. En of dat nou 1000 keer gebeurt of 1 keer, dat mag niks uitmaken. We leven in een democratie en dat vind ik op zich prima dat de heer De Jonge dat doet. En ik moet even met mijn fractie overleggen wat wij daarvan vinden. Mevrouw Pallant, CDA. Zeker, het staat altijd ieder Kamerlid vrij om moties in te dienen. Maar ik zou hier gewoon dinsdag over willen stemmen. En ik kan ook vast verklappen dat ik persoonlijk het niet zal steunen. Maar dat moeten we nog bespreken in de fractie. Mevrouw Pauverwij. Ja. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Van der Plas. Ja, als er kan, denk. Ja, voorzitter, het was al gebruikelijk om er meteen over te stemmen. Het mag van mij vandaag. Een deel van de fractie van DENK zal in ieder geval adviseren niet voor te stemmen. Dank u wel, de heer Evreem. Ik steun het, we kunnen vandaag over stemmen. En als Wiebren de pakken krijgt, dan maken we er wel een adviesje van. Mevrouw Matoeg, GroenLinks. Voorzitter, volgens mij heeft de heer De Jonge deze instrumenten niet nodig. Alles staat hem vrij. Onze fractie zal zeker niet voorstemmen. Mag vandaag, maar ik vind me ook in de woorden van de heer Nijboer. Volgens mij kan dit ook gewoon dinsdag. Dank u wel. Er is geen meerderheid voor het ordevoorstel om vandaag te stemmen over de motie van wantrouwen. Dat doen we dan dinsdag. Ja? Voorzitter, ik wil wel kort iets zeggen. De Partij van de Arbeid die zegt dat dit instrument misbruikt zou worden. Luid nee, misbruikt. U was bang dat deze motie misbruikt zou worden. Dat het instrument misbruikt zou worden. Dat is een grof schandaal. De Partij van de Arbeid heeft vandaag de mogelijkheid, vandaag, om een einde te maken aan deze wet. Door haar steun in te trekken en te erkennen namelijk dat ze niets gekregen hebben. Helemaal niets. Dank. Dus als er één partij is die het beeld van een partij die zogenaamd opkant voor pensioenen misbruikt, dan is het de Partij van de Arbeid wel. En dan zou de Partij van de Arbeid zich kapot voor moeten schamen. Dank u wel, meneer De Jong. Dan gaan we naar de heer Smals van de VVD en dan gaan we daarna even kort schorsen. Het heeft niks te maken met de heer Smals. Maar gewoon omdat het een natuurlijk moment is qua tijd. Dat weet u nog niet, voorzitter. Nee, dat is zeker waar.